Jasper Steenbergen, bent u tevreden over uw aankopen? Even kijken, want we hebben best wel veel aankopen gedaan. Brobby, Zar, even kijken. Wijndal, Kasteels. Dat zijn eigenlijk degenen die in de basis staan. Sowieso ben ik tevreden over Kasteels, Wijndal. Zar is aan het vlammen, bro. Brobby valt nog wel tegen, om heel eerlijk te zijn. Maar ik geef hem de voordeel van de twijfel. Want Rossi is helemaal niet aanwezig. En Rossi is trouwens ook een aankoop. En Rossi ben ik niet tevreden over. Wacht even. Ik ga even verder kijken. Rossi. Camara is ook een tegenvaller. Heel eerlijk. Simons is nog... Ja, is gewoon een talent nog. Dus die geef ik natuurlijk gewoon voordeel van de twijfel ook. Dennis Mann. Ik moet heel eerlijk zeggen. Dennis Mann, die laatste wedstrijd. Tenminste, die ene wedstrijd. Was de laatste wedstrijd met... Waar ik hem heb zien spelen. Maar daar was hij wel echt... Misschien wel de beste speler van die wedstrijd. Dus Dennis Mann... hij was daarvoor slecht. Maar die laatste wedstrijd heeft me een beetje doen denken van... Misschien moet ik hem wat meer tijd geven. Het kan zijn dat wij Rossi gaan verkopen. Maar ik wil gewoon niet te snel... Weet toch... beslissingen nemen. Want je moet ze ook tijd gunnen. Bakker is gewoon een bankspeler. Ja. Riedewald... Ja, valt op zich wel tegen... En Struik, ja, en Struik is ook gewoon een bankspeler. Dus het is een beetje 50-50, weet je. Over het algemeen ben ik wel tevreden, maar ik had wel meer verwacht van een paar spelers. Silvano Rad, na een moeilijke periode is uw team veel sterker geworden. Gaat u dit vasthouden? Ik hoop van wel, bro. Mark Arts, krijgt Sar een contractverlenging na zijn goede prestaties? We hebben Sar de laatste transferperiode gehaald, dus zijn contract is sowieso nog... voor meerdere jaren geldig. Dus ja, contractverlenging is dus niet nodig. Ajax fan 2007. U en uw team bevinden zich halverwege het seizoen. Heeft u nog steeds vertrouwen in om alle doelen te halen? Daar heb je het waarschijnlijk over de doelen van de directie, toch? Wacht even. Waar zijn die doelen van de directie? Hier. Even kijken. Jeugdafdeling. Contracteer. Oké, die hebben we al gehaald. Nou, kijk. Naamsbekendheid. Haal 7 wedstrijden zonder tegendoelpunt. We staan al op 5. We hebben nog 2 wedstrijden nodig. Contracteer 1 cruciale eerste teamspeler. Dan moeten we... We gaan even kijken zo. Die zouden we kunnen voltooien. Financieel, ja, daar kunnen we weinig aan veranderen. Oké, lange termijn, maakt niet uit. Win de competitie. We staan op 1, dus dat is sowieso mogelijk. Win de beker. Kwartfinale hebben we bereikt. Het is mogelijk. Dus, wat was de vraag? Heb je nog steeds vertrouwen? Ik heb nog steeds vertrouwen, ja. Even kijken... Ja, helemaal vergeten. Halve finale van de Champions League niet gehaald. Europa League, win de beker. Deze heb ik gemist, want natuurlijk, we waren eruit geknikkerd. En toen heb ik daarna niet meer gekeken. Win de beker. Europa League. Heb ik daar vertrouwen in? We hebben een... we zijn slecht begonnen. In de Europa League. Dat hebben we allemaal kunnen zien. Maar ik heb er vertrouwen in. Wij hebben een team. Doggo Games NL. Koen Kasteels wordt al wat ouder. Heb je al een opvolger op het oog? Koen Kasteels is een keeper. Keepers kunnen veel langer mee dan... We hebben hem letterlijk 4 à 5 maanden, bro. Wil je zeggen dat ik nu al een andere keeper moet halen? Doe normaal! Stan van Goor. Rossi haalt niet het verwachte niveau. Is het een optie om hem te ruilen met Sam Lammers? Dat is zeker een optie. En misschien gaan we deze zelf doen. Maar Sam, ja, we moeten dus... Oké, wacht even. We gaan beginnen, man. Maar we moeten dus... wacht even. Een cruciale eerste teamspeler. Positie aanval. Maar Sam Lammers is geen cruciale speler. Broskies. Sowieso hartstikke bedankt voor jullie vragen. Blijf vooral jullie vragen doorsturen. Het is tijd om te gaan beginnen. Er is veel te doen. Let's go. But you long gone, it don't matter. Ride or die, that's been the deal. The lot of you I got disappear. But if you don't play that for me, I'm out of here, I'm out of here, eh, eh. I lick my gun and then I'm done. I'm out of here, I'm out of here, eh, eh. Broski, welkom en welkom terug op mijn kanaal. Je kijkt naar de FIFA 22 Ice Cream Mode.
Mijn naam is Dwayne Star en ik moest weer spieken. Dit is aflevering nummer 20. Kunnen wij voor deze aflevering minimaal 100 likes bereiken? Dat zou ik echt gruwelijk vinden. Ben je aan het kijken? Ben je nieuw? En ben je nog niet geabonneerd? Maar je vindt deze serie wel dope? Waarmee ben je bezig? Abonneer gewoon op mijn kanaal, bro. En vergeet dan niet om je belletje aan te zetten, want dan krijg je meteen een melding nadat ik heb geüpload. We gaan beginnen. We gaan kijken naar het schema. We zitten midden in de Europa League. We staan op 1 in de Eredivisie. 2 punten verschil met PSV. We gaan naar de maand januari. Hoeveel geld hebben wij? Want misschien ga ik het gewoon doen. Misschien ga ik het gewoon doen. Misschien ga ik het gewoon... 30 mil. We kunnen dan volgens mij veel een cruciale is. Wacht even. Heel snel. Lammers. Ik vind dat wel een interessante. Dat is een interessante. Lammers komt... Ja, wacht even hoor. Hij is volgens mij... Maar hij is geen cruciale speler. Berken... Oké, hij speelt nog steeds daar. Maar hebben we genoeg geld voor een cruciale speler? Ik denk het niet. Maar die gaan... Ja. Ik weet niet. Een cruciale speler is wat? 80 plus algemeen? Dat moeten ze wel vertellen. Wat een cruciale speler is dan voor Ajax. Want ik weet het niet. Maar goed, we gaan kijken naar het schema. We zitten dan in de maand januari. We hebben 3 wedstrijden. Die gaan we gewoon alle 3 spelen. Tenzij wij... misschien komen er wedstrijden tussen van de Europa League. Timber, bedankt dat je me eindelijk weer hebt laten spelen. Timber, jongen. Natuurlijk was het de juiste beslissing. Dat is echt mijn antwoord gewoon. Dat is echt... Maar waarom is dat een kritiek? Jullie hebben me gewoon Wat de... Wat? Maar hoe ik het in mijn hoofd dacht... Ik dacht hoe ik het zeg tegen iemand... Dan bedoel ik het gewoon positief. En iemand zei trouwens... Je moet na de wedstrijd een interview doen of houden... Want dan gaat het moreel ook omhoog. Goed om te weten, want ik skip ze eigenlijk allemaal. En ik zat er ineens aan te denken. Dat kan wel kloppen, ja. Want dat doe ik gewoon niet meer. Maar moreel gaat ook omhoog. Kijk. Dat komt omdat ik die trainingsschema heb veranderd. Kijk. Oh, prachtig. Prachtig om te zien. Ik zit eraan te denken om Rossi te gaan vervangen met Lammers. Ik zit er wel aan te denken. Ik vind dat een hele leuke deal. Jazeker. Wacht even. Sam Lammers. Oké. Nou. Over de duivel gesproken. Meteen stoppen met... Want dan kunnen we meteen aan de slag. Ik zei stoppen. Ik zei, oké, maandelijk... Nee, gaan we niet doen. Tenzij... Nee, gaan we niet doen. Wacht even. We gaan proberen om Sam Lammers te ruilen. Met Rossi. Sorry Rossi. Sam Lammers. 76 algemeen. Heeft een echt gezicht. Ik vind dit een leuke. Hij is... Maar Rossi kost er veel meer, toch? Wacht even. 25 en 76 algemeen. Even kijken hoor. Want Rossi kost er volgens mij veel meer. Waar is Rossi? Ik ga het anders doen. Rossi. Hopelijk is hij niet zo duur. Rossi hier. Hij is wel 24. Ja, oké. Ik denk dat zijn potentie hoger is dan die van Lammers. Maar ik vind het wel een interessante. Ik wil het eigenlijk gewoon doen. Benaderen om te kopen. We gaan het proberen. Hopelijk wordt het wat. We gaan meteen aan de slag. Ruilen. Spelers ruilen. Aanvaller. Rossi. Zou het kunnen. We hoeven sowieso... Kan ik geld vragen? volgens mij niet. Bot indienen. Ze gaan sowieso akkoord gaan. Dit is... Ja, oké. Misschien qua waarde... Ja, ik wou net zeggen. Dit moet gewoon goed... Want we hebben gewoon het verlies gelegd. Maar misschien kan Lammers het waarmaken op het veld. En dan kunnen we het zo weer financieel recht trekken. Want inderdaad. Kijk, Rossi. Zijn waarde is hoger. Oké, je wist wat ik wou zeggen, toch? Ja, maar onderhandelen met Sam Lammers. Wacht even, we gaan nog niet onderhandelen. 25 jaar, 76 algemeen. Wat verdien je dan bij Ajax? Dit is hoe ik het doe. 25 jaar. Ja, mijn spelers zijn wel echt op een ander niveautje. Ja, oké. 19k, ik denk dan 17k voor Lammers. Dit kan nog wel eens een probleem worden. Want hij gaat wel veel minder verdienen. Rossi verdiende... Dit is wel een lastig iets... Misschien als ik tekenbonus wel echt... Maar dat verdient hij ook niet. Gewoon heel eerlijk. Ik zit eerder te denken aan dit. Hij gaat wel... Ik denk niet dat het doorgaat trouwens. We gaan het wel opnieuw proberen. Ik wil het... Ik ga het gewoon proberen. En als het niet werkt, komen wij over een week terug. Of niet, want ik weet niet. Ik ga Lammers... Oké, wacht. We kunnen werken met dit. We kunnen werken met dit. Gespeelde wedstrijden. Ik weet niet wat jij denkt. Tegenbord. Dit gaan we even aanpassen. Je gaat wel... Oké, wacht. Wow. Dat heb ik niet eens. Wacht even. Dit omhoog. Dit. Naar beneden. 20k.
is al, ik vind het al eigenlijk te veel. Maar misschien, hij moet het daar echt gaan waarmaken. Ze zijn omhoog gegaan door die bonus die hebben we verwijderd. Tegenbord. Oké, we gaan denk ik dit moeten gaan accepteren. Maar dan ga ik kijken of ik iets vanaf kan halen. Jongens, wacht. Ik heb een idee. Oké, wacht even. Gaan jullie akkoord met dit? Dit is wel echt een mooie... Dat is iets te hoog, ja. Of ze willen het niet. Oké, wacht, tegenbord. Oké, ik wil... 24. Man. Jullie krijgen toch tekenbonus? Kom op, man. Salarisbudget, ik heb niet eens... Gaat het wel werken? Ik weet niet. Lammers, ik ga je eerlijk zeggen. Je gaat het meteen waarmaken, eerste wedstrijd. We hebben het gezegd. Jij ook, we samen. Je gaat het meteen waarmaken, Lammers. Jij en je agent. Je agent mag ook mee. Oké. Afkoop. Nee. Ranch. Nee, man. Nee, Ranch. Waar ben je, Ranch? Ranch! Oké. Verlenging delegeren. Geen afkoopclausule. Accepteren wij dit? Ja, even kijken. Salaris 12.000. Netjes. Oké, ik ga even kijken of wij jeugdspelers hebben. 2.5. Deze moet ik meteen laten zien. Alex Dos Santos. 17 jaar. Ik ben aan het scout in Brazilië. Jullie zien het. 2.5 mil. We gaan... Jongens, we gaan ook meteen even heel snel kijken naar de jeugdspelers die ik nu heb. Want ja, ik ga het gewoon laten zien. Ik had het dus over... we hebben een paar. Ja, wacht even. Deze speler hier. Jason Mulder, dat is die rechtsachter waar ik het over had. 15 jaar, 66 algemeen, potentie tussen de 86 en 92. Dos Santos, 17 jaar, 67 algemeen, is een centrale middenvelder / aanvallende middenvelder. Gaan we meteen een contract aanbieden. Ja man, snelheid is hij... Hij is... Wacht even. Versnelling, dit is wat ik... Oh, wacht even. Eerst dit. Ik ben tevreden. Hij moet wel... Waarom kan hij niet sneller? Doe even normaal. Skill moves. Ik denk dat hij eerder een aanvallende middenvelder moet zijn. Dat is wat ik denk. We gaan het gewoon doen. Wacht even. Aanvallende middenvelder 2. Even kijken. Ja toch? We hebben wel een paar. Hij kan misschien op andere posities ook spelen. Hij is een rechtspoot. Misschien de opvolger van Tadić. Jongens! Ik ben een geniaal! Wacht even. Dit is... Maar oké, okay, Tadić is een linksboot. Maakt niet uit. We kunnen natuurlijk zijn zwakke been trainen. Hoe lang duurt dit? Ja. Linker vleugel aanvaller. Dit wordt de opvolger van Tadić. Ik denk het wel. We gaan het gewoon doen. Wauw. We hebben misschien... Oké. Promoveren naar volwassenen team. Mulder kan nog steeds niet. Maar dit zijn de andere spelers. Maar echt Mulder... en Brouwer kan ook nog wel. Wat doe jij? Jouw potentie. Waarom heb ik dat gedaan? Maar kijk voor al die andere spelers. Jouw potentie. Jeugdspeler laten gaan. Brouwer, dat kan nog wel. Want ik denk misschien gaat zijn potentie omhoog. Maar we laten dit even voor wat het is. We hebben veel talent. Kijk. Ik droomde ervan dat dit zou gebeuren. Dit is trouwens Alex Dos Santos. Bedankt dat je me een kans geeft in... de senioren selectie manager. Ik wil dolgraag aan iedereen laten zien wat ik het team te bieden heb. Kijk, zie je? Hij zegt ook niet dat hij al heeft gespeeld. Bro. Oké, dit kan een goede worden. Acceleratie is hoger dan sprintsnelheid. Hoe vaak moet ik dit zeggen? Dat is ideaal, bro. Wat ik ook ga doen, ik ga één wedstrijd spelen op ultiem met de standaard slider. Ik wil gewoon even kijken hoe dat speelt. Want ja, misschien valt het wel mee nu. Misschien valt het mee. Scherpte is een dingetje aan het worden, zie ik ineens. Wat? Transferbot voor Riedewald. Riedewald. Wacht even, oké? Okay? Wacht even. Riedewald. We hebben Kudus. We hebben Klaassen. Ik zit eerder te denken aan Kamara. We gaan proberen om Kamara... Wacht even. Ik wil Kamara weer verkopen. Slechte aankoop, jongens. Sorry. Kamara past niet bij ons elftal. Kunnen wij hem op de lijst zetten? Dat kan niet. Dat is jammer. We kunnen hem ruilen voor een topspits. Want hij heeft wel de waarde. Ik kan dat nog steeds. Ik kan nog steeds nadenken. Maar welke spits? Het moet wel realistisch zijn. We hebben net al... Lammers? Nee, man. Nee, laat maar.
We gaan ons focussen. De eerste wedstrijd van deze aflevering. We staan op plek 1. PSV op 2. Gravenberg. Manchester City. 70 mil. Hou eens op, man. Wauw. Maar we gaan dat niet doen. We gaan het niet doen. Oké. Okay. Eerste wedstrijd is tegen Heracles. Heracles heeft een punt kunnen krijgen. Gewoon eigenlijk cadeau gekregen van Ajax. In het echt, hè. We gaan het vergeten, want ze hebben zo prachtig gespeeld tegen Dortmund, bro. Wat een wedstrijd. Wat een comeback. Gewoon rode kaart. En dan denk je, oké, Ajax gaat winnen. Krijgen ze die penalty tegen. En alsnog komen ze terug en geven ze een kleine mini-pakslag. Oké, eerste wedstrijd. Wel op ultiem, hè. Wel op ultiem. Dus het kan zijn dat ik pakslag krijg. Je weet hoe het werkt. Heracles staat op plek 15. Oké. Wedstrijd nummer 1. We gaan op bezoek. Nee, wacht even. Laat me even wat checken, hè, want jullie weten hoe het werkt. Nummero. Is er een nummer 14 nu? Zie je? Ik wist het! Je krijgt nummer, de eerstvolgende is 28. Om heel eerlijk te zijn, ik heb geen idee hoe we gaan spelen op ultiem. Dit is voor het eerst. Gravenberg gaat niet weg. Jullie weten meer dan mij. Nee, man. Dit zijn de 11 voor Heracles Almelo. Even kijken. Oké, Burgzorg is een lastige. Dat heb ik gezien dus in die wedstrijd tegen Ajax in het echt. Maar, oké, wat ik dus wil zeggen weer. Ik ben benieuwd. We spelen op ultiem nu. Hoger dan dat kunnen we niet gaan. Geen aangepaste slijders. Eventjes gewoon alles op standaard. En ja, misschien is dit wel... Misschien valt het mee. Misschien niet. Misschien verliezen we met 5-0 en dan gaan we weer terug. 5-0 verliezen, nee man. De wedstrijd. Dit zijn de 11 voor Ajax. Kasteels, Masrovi, Timber. Trouwens, wacht even. Laat dat maar zitten. Dat zijn gewoon de vaste 11. We hebben Lammers op de bank en Dos Santos. Hou op. Dos Santos wordt de vervanger van Tadic. We hebben de vervanger gevonden. We hebben hem niet gekocht. Eigen jeugd. We gaan beginnen. En hij gaat minuten krijgen. Hij gaat sowieso minuten krijgen. Die bal is wit. Waarom is die bal wit? Die bal is... Hij moet oranje zijn. Burgzorg. Nee. Hoe? Dit is ultiem. Maar Wijndal was vlak daar. Waarom kopt hij hem niet weg? Hier, kijk. Hij gaat niet eens de lucht in. Hij verliest gewoon het duel. Wauw. Daar ging je sliding. Dat doe je netjes, hoor. Hij wordt geblokt, of niet? Ah, warm! Die pech. Robin. Jammer. Ik had niet eens verwacht dat hij zou schieten, want die verdediger was echt wel in de buurt. Oh ja. Hey, what the... Yo, laat me niet schilderen hier. Laat me dat niet doen. Maar dat was... Die bal had hij moeten afpakken. Daar is de aanvoerder. Doet het sowieso! Op ultiem! Maar oké, dan voelt het wel een stukje lekkerder. Want je weet, ultiem is het allerhoogste wat er is, mijn guy. Nogmaals, hier. Paas van Gravenberg op de aanvoerder Tadic. We staan voor met 1-0 tegen Heracles Almelo. Heracles had net een hele grote kans. We hebben geluk dat we voorstaan. Wendal, je laat je mannetje wel te veel ruimte. Maar... Hey, kom op. Kom op, man. Wat is dat voor geluk aan de kant van Heracles? Laat maar gewoon even... Nee, niet doen. En alsnog kan hij gewoon kopen. Hij kan gewoon kopen door alles en iedereen. Ja, misschien nu. Alvarez, ga maar. Ga maar, iedereen moet gaan. Hier de Bossar. De man in bloedjesvorm. Zar! Berghuis, doe maar. Aangeraakt. Hij... Wijndal, lekker hoor. Zag je? Dat is echt realistisch. Dat hoort gewoon. Dat is Rens. Dit is mooi hoor. Dit is echt nieuw. Ik weet niet waar ze het over hebben, want Rens gaat niet spelen. Maar misschien wel. Misschien zeg ik dat hij niet gaat spelen. Alvarez, we gaan naar de andere kant, jongens. Zar wordt tegengehouden. Maakt niet uit, want we hebben nog Masrovi. Ook Masrovi. Daar is Berghuis! Ah, niet doen. Niet doen, we gaan hem verliezen, hè. Ja, we zijn hem kwijt. We hebben het zwaar tegen Heracles.
We staan wel voor met 1-0. Maar het moet beter. En we hebben... Oké, stop. Stop, we gaan het gewoon doen. Ja, we gaan het gewoon doen. Wacht even hoor. Nu, wanneer gaan we het zien? We gaan het doen. Het debuut van Lammers en... Waar ben je? Ik schrok. Dos Santos. Heeft waarschijnlijk ook geen rugnummer. Ze hebben dat nog steeds niet gefixt trouwens, bro. Geduld. Zarrrr! Doelpuntje! Hij is gruwelijk bezig, man. Ongelooflijk. Meteen de wissels trouwens ook van... in ieder geval van de kant van Ajax. Oké, we gaan winnen. Op ultiem. Ik was benieuwd. Want, weet je, de eerste keer dat ik dit doe in deze serie. Ik stotter een beetje, maar ik laat het gewoon in. Jullie weten het. Maar we staan voor met 2-0. En Sar scoort weer. Sar is echt de... Ik wil het gewoon niet zeggen, maar ik ga het doen. De nieuwe Anthony. Ik weet het, jullie gaan me niet boos worden. Maar in ieder geval, Sar doet het. We gaan de wissel zien. Waar is Dos Santos? Daar is hij. Ik ben benieuwd wat hij kan, man. Daar is hij. 2.5. Onze beste jeugdspeler. Uit de jeugdopleiding. Gewoon kant en klaar. Je weet wat ik wil zeggen. Hou op. Oh, afstandsschot. We gaan terug. Lammers! Dos Santos! Aannemen. Rustig. Dos Santos! Onze jeugdspeler, eerste wedstrijd, scoort meteen. Dat doen er niet velen. Dit is een stukje geschiedenis. De Braziliaan Dos Santos doet het gewoon. We hebben een nieuwe Braziliaanse ster in ons team. Anthony vertrokken, Neres vertrokken. En we hebben Dos Santos. Dos Santos. Kijk hier. En trouwens, Gravenberg met zijn tweede assist. Dos Santos scoort meteen. Tadic, je moet je een klein beetje zorgen maken. Ja, ik denk het niet, want hij is onze vaste linksbuiten sowieso. Maar misschien wel zijn laatste seizoen. Berghuis. Waarom met je rechter? Wel een mooi schot, maar waarom niet gewoon met links? Oké, we hebben misschien een kans. Zarrr! Daar is Lammers! Oeh! En meteen laatste actie. Mooie wedstrijd. Ik ben echt tevreden, man. We hebben echt goed gespeeld. Met name omdat het ultiem is, hè. Maar we hebben nog 2 wedstrijden te gaan. Ik ben benieuwd. Gravenberg sowieso de beste speler op het veld. 100%. 100%. Ik wil even heel snel kijken. Sar, 1 doelpunt. Gravenberg, 2 assists. Hou op, FIFA. Hou op, man. De logica is gewoon nergens te vinden. Maar maakt niet uit. Wij zeggen gewoon Gravenberg. Volgende wedstrijd. Scherpte. Kijk. Hier. Dos Santos. Alex Dos Santos. Volgende wedstrijd is tegen Go Ahead Eagles. Ik zit eraan te denken om gewoon met onze tweede elftal. Want ik denk, jawel. Moet lukken. En dan kan Dos Santos weer spelen. Tweede elftal. Moeten we wel even een paar dingen gaan veranderen. Want Tadic. Lammers, ja. Dan hebben we... Ik ben toch met 2... Waarom is Dos Santos nog steeds een centrale middenvelder? Ik ga even zo kijken. Riedewald. Nee. Camara. We hebben niet genoeg voor... Wacht. Simons. Even kijken. Is dit goed? Ja, toch? Ik denk het wel. Darami. Ik wil wel even de bank goed zetten nu, hoor. Dos Santos. Castells gaat eraf voor Marta. Baas. Alleen maar de jeugd. Taylor. Strijk moet er ook eigenlijk op. Maar voor wie? Lonewijk. Oké. Volgende wedstrijd met de tweede elftal. We gaan het opnemen tegen Go Ahead Eagles. We spelen thuis en dit is het elftal. Ik ben benieuwd wat Lammers kan. En ook natuurlijk Dos Santos. Want nu speelt hij natuurlijk vanaf de start. Maar zoals ik al eerder heb gezegd.
We spelen op ultiem. En dit keer met het tweede elftal. Maar we hebben de spelers ervoor. Dos Santos, wat een debuut, man. Wat een debuut. Volgende wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Dit zijn de elf voor Ajax. Dit zijn de reserves. Het tweede elftal. Okoye, Bakker, Blind, Schuurs, Rensch, Riedewald, Simons, Klaassen, Dos Santos, Lammers en Man. We gaan het opnemen tegen Go Ahead Eagles met alle respect. Dit moet een overwinning voor ons worden. Dit zijn de elf voor Go Ahead Eagles. We hebben genoeg gezien. Riedewald, ja, wat is de reden waarom jij... Ja, hij was een tijdje een basisspeler. Oh mijn god, Blind. Daarom ben jij ook op de bank. Langzaam. We komen goed weg daar, hoor. Dos Santos op tijd vertrokken. Man gaat mee. Klaassen, Klaassen, jij kan dat! Wat een redding van Haan. Dos Santos speelt goed. Klaassen had deze moeten afmaken. Hier hebben we Oberde. Rensch, goed verdedigd. Oké, hij komt er. Wissel alsjeblieft de juiste man. Ah, nee, Blind. Hé! Hey! Ah, nu doen we even normaal. Oh, Okoye met Rensch. Zag je wat ik bedoelde? Dat is volgens mij ultiem. Tuurlijk. Ja! We komen daar goed weg. Daar gaat Dos Santos aannemen. Lammers! Recht op Haan. We zijn wel beter. Maar niet zoveel beter dat we scoren. Als we deze kunnen afpakken is het klaar. Riedewald, je levert hem in. Niet handig. Hier hebben we Dos Santos. Oké. Dos Santos! Oh! Hoe kan je de bovenkant van het doel bereiken? Hij raakte het... Wat? Dos Santos, ik ben echt onder de indruk van deze man. Kleine ruimtes. Dos Santos. Jammer. Ik had verwacht dat hij misschien zou scoren, weet je toch? We blijven gewoon heel kalm. Dit is het schot. Klaassen. Ik ga even wat... Nee, Klaassen. Nee. Taylor, je hebt het eerder gedaan. Nee, Klaassen. Nee, man. Had je gewoon op doel moeten schieten. Niet jij. Van alle spelers eigenlijk van het tweede elftal, niet jij. Jij moet gewoon op niveau blijven. En dat doe je niet. We kiezen voor Taylor. Want Taylor heeft wel een paar wedstrijden meegemaakt waar hij gewoon echt goed speelde. Dat is mijn... Hè? Tactisch. Riedewald is een zwakke schakel op een middenveld aan het worden. Volgende wissel. Struik. Moet wel. Hier hebben we Bakker. Ik zeg het gewoon net nog gewoon. Taylor heeft... Nee, jullie moeten gewoon terugspoelen. Wat ik net zei. Het is gewoon niet normaal. Taylor doet het gewoon weer. Wat een bank hebben wij wel, hè. We hebben gewoon nog keuzes. Op de bank. Met het tweede elftal. Dit zijn allemaal bankspelers, reservespelers, jeugdspelers. En we hebben wel echt een hele goede selectie. Hé, hey, maar wacht even. Nee. Maar oké. Dat is een beetje jammer, want eigenlijk was er genoeg, er waren genoeg verdedigers om die bal weg te koppen. Kijk, Blind, hij krabbelt naar achteren, Blind. Jij had naar voren moeten gaan. Ah nee, we staan nog steeds voor met 1-0, maar dat was een hele gevaarlijke. Weg. Oké, ik denk... Waarom, maar waarom van dit soort balletjes? Mooi open. Ik wou net zeggen, Bakker stond zo te kijken van... Lammers! Dos Santos met de assist. En Lammers met het doelpunt. Ze zijn er. Onze twee nieuwe spelers. Dos Santos weer belangrijk. We gaan de wedstrijd winnen. Nu is het wel zeker. Wat vinden jullie van Dos Santos tot nu toe? Dit is Dos Santos. Kijk. Kap naar binnen. Lammers loopt door. En trouwens Lammers ook, hè. Want Lammers bewijst het ook wel meteen.
Zijn contract is niet ideaal, want hij verdient volgens mij ietsjes te veel per week, was het toch? Maar ik zei, als hij het kan waarmaken op het veld, dan kunnen wij hem dat vergeven. We gaan voor de counter. We gaan voor de counter. We gaan voor de counter. Ik wou hem net geven. Smerig. Wel slim. Wel slim, want Dos Santos was vertrokken. Waarom niet? Dos Santos, jongen, echt waar. Dos Santos met zijn tweede assist. Lammers met zijn tweede. Wat een pas van Dos Santos. We hebben onze jeugdspeler binnen. Onze beste jeugdspeler. Dos Santos is de naam. Alex Dos Santos. Lammers, 2 doelpunten, 2 wedstrijden. Dos Santos, 2 assists, 1 doelpunt. En dat in 2 wedstrijden. Ik ben echt super tevreden, man. Ongelooflijk. Scheidsvlijt maar af. Ik heb genoeg gezien. We winnen met 3-0 van Go Ahead Eagles. Dos Santos is de man van de wedstrijd. Maar waarschijnlijk gaan ze hem geven aan Lammers. Want ik weet niet hoe het werkt met FIFA. Hoe ze dat doen, maar... Dos Santos is de man van de wedstrijd. Laatste wedstrijd van deze aflevering. We gaan het opnemen tegen PEC Zwolle. En dan zou je denken, PEC Zwolle is niks. Ze staan op plek 3. Ik ben benieuwd waarom. Eigenlijk, wacht even. PSV heeft ook gewonnen. Oké. Ik ben benieuwd waarom. Laatste wedstrijd en we spelen weer in het sneeuw. En waarschijnlijk is die bal weer wit. We gaan het opnemen tegen de nummer 3 van de Eredivisie. En dat is gewoon PEC Zwolle. Dit zijn de 11 voor PEC Zwolle. Oké, we gaan beginnen. Maar dat veld is wel echt super wit nu. Sar, weg. Geen probleem, maar... Zar! Lammers scoort gewoon weer, hè. Hij scoort. Wie zei dat? Ik ga even... Wie zei dat? Wie zei dat van Lammers? Ik ga het nu doen. Stan van Goor. Maar guy, jij zei Lammers. Lammers heeft 3 keer gescoord in 2 wedstrijden. Misschien praat ik te vroeg. En dit is heel mooi van Berghuis. Maar Lammers heeft al 3 doelpunten gemaakt in 2 wedstrijden. Ik bedoel, van Brobby en Rossi hebben dat niet gedaan. En Rossi is alweer weg. Rossi, oké, hij is gewoon een mislukt project, helaas. Brobby is natuurlijk, krijgt nog de kans. Misschien wel een goede bankspeler. Geen probleem. Alvarez, die moet je niet aan de bal hebben hoor. Die is te langzaam voor dat. Aan de kant. Lammers met een assist en een doelpunt. Oh, we hebben de juiste speler gevonden. Wauw. Ik heb gewoon niks te zeggen. Sar natuurlijk weer betrokken bij het doelpunt. Gravenberg scoort. Gravenberg speelt ook goed. Wat een mooie aflevering, man. Tadic. Niemand. Gravenberg. Tadic. Lammers! Oh! Buitenspel? Nee, geen buitenspel. Want ik zie de rest lopen terug van... Alsof ze teleurgesteld zijn. Wat? Alsof ze teleurgesteld zijn, bro. Alsof ze teleurgesteld zijn. In het doelpunt. Maar daar niet. Bam. Maar kijk. Ze gaan het niet laten zien, hè. Maar moet je zelf maar even terugspoelen. Kijk hoe Tadic terugloopt. Sam Lammers ziet eruit als het puzzelstukje wat wij misten vorig seizoen. In de finale. Hoezo kan hij er nog steeds langs? Oeh, we hebben daar zoveel geluk. Zoveel geluk. Wissel alsjeblieft de juiste man. Vlak voor het einde van de eerste helft. En dat is wel weer echt jammer. Ik zit te denken aan Dos Santos. Maar wie niet? Of niet? Jij dacht het ook, hè? Dos Santos gaat sowieso minuten krijgen. Zar heb ik nog niet echt gezien. Maar het gaat goed komen. Sam Lammers! Ongelooflijk!
Is dit een hat-trick trouwens? Want Brobby en Rossi hebben dat niet eens kunnen doen. Waar ga je heen? De camera. Ga maar naar de camera. Zie je hoe ze teruglopen? Maar zie je dat? Waarom zijn jullie niet blij voor Lammers? Omdat hij bij PSV speelde? Doe normaal, man. Daar hebben we Alex Dos Santos. Yo, wacht even. Is mijn microfoon er nog in? Ik ga even checken. Dibbe, check, 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 check. Ja, man. Nee. Hou op! Kom op, man. Masterwi is toch vlak daar? Alsof Masterwi... 4-2. Zarr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 
gespeeld. Ga naar de camera, bro. Laat maar. We hebben die verdediging kapot gespeeld. Hij gaat schieten. Wat is dit voor een wedstrijd? Ik ga wel te veel ruimte. Even kijken. Wil ik dat doen? Wacht even. Ik ga wel weer echt te veel ruimte weg. Dat is mijn fout. Dit keer Klaassen. Maar ja, we gaan sowieso winnen. Hier hebben we Wijndal. We zijn zoveel beter. Wijndal had bijna zijn volgende assist. En Lammers vanuit de onmogelijke hoek toch iets creatiefs kunnen doen. Op de paal gewoon. We gaan winnen met 6-3. Wat een rare wedstrijd, maar we winnen. En we hebben gewoon... Lammers met de hat-trick. Ik ga niks meer zeggen, man. Eerst... Hij heeft 3 wedstrijden ervoor nodig gehad om een hat-trick te maken voor Ajax. Tegen de nummer 3 van de Eredivisie. Bro. Heerlijke aflevering. PSV heeft verloren van Feyenoord. Dat betekent dat gat is nu 5 punten als het goed is wel, toch? Dit wil ik niet zien. We gaan kijken naar de stand in de Eredivisie. Het gat moet 5 punten zijn nu. Het gat is 5 punten met PSV. Ondanks dat PEC Zwolle heeft verloren van ons, blijven ze gewoon op 3 staan. Zo goed zijn ze bezig. Feyenoord en AZ vechten voor die nummer 4 positie. Groningen op afstand. FC Utrecht ook nog wel, maar Vitesse iets te ver erachter. Maar wij staan gewoon op 1 met 5 punten verschil. Precies, dit is ook meteen het einde van deze aflevering. Hartstikke bedankt voor het kijken. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Kunnen wij de 100 likes bereiken? Dat zou echt super fijn zijn. Ben je aan het kijken? Vind je deze serie interessant? Maar ben je nog niet geabonneerd? Abonneer op mijn kanaal als je mij wil blijven volgen. Vergeet dan niet om je belletje aan te zetten, want dan krijg je meteen een melding nadat ik heb geüpload. Broskies, nogmaals, hartstikke bedankt voor het kijken. En Mautski.